ben blij, ook wel trots, dat we dit als dorp realiseren. Dit brengt onze droom dichterbij, hè, dat dit dorp 2025 energie-neutraal gaat functioneren. Zojuist hebben wij hier een convenant ondertekend voor Wijnwoude energie-neutraal. Ja, en als wethouder en als college zijn we daar natuurlijk ontzettend trots op. Dit past precies in ons coalitieakkoord, een bergen naar de toekomst, waarin we leefbaarheid, inclusieve samenleving, maar vooral ook duurzaamheid heel nadrukkelijk op de agenda hebben gezet. En als het ergens kan, dan kan het hier in Wijnwoude. LTO Noord doet mee aan dit project omdat het een win-win situatie is voor de boeren, dat ze meer eigen mest kunnen gebruiken in het hele kringloopgebeuren waar de Nederlandse overheid in stimuleert. Dus een betere bemesting op je eigen land met meer eigen mest. En aan de andere kant voor het dorp meer energieproductie uit de mest, zodat we als er geen zon en wind is, gas hebben om energie aan het dorp te geven. Het is prachtig om dit soort initiatieven te zien in Friesland, dat wil ik als eerste zeggen. En het is ook prachtig dat wij als provincie hier onze ondersteuning aan gaan verlenen. Je hebt wel met elkaar te maken in de provincie. Je hebt met gemeenten te maken, met de provincie te maken. En dat is niet altijd makkelijk. Dat is soms ook een beetje stroef gaat dat. Maar zonder wrijving hebben we ook geen glans. Dus het is goed dat wij ons hier instappen. En dat we dialoog aangaan met de omgeving om dit project tot een succes te maken. Ja, we vinden het fantastisch dat de bewoners hier in Wijnwoude zelf het initiatief hebben genomen om hun dorp aardgasvrij te maken met groen gas. En dat is de uitdaging om de verwarming van woningen ook te verduurzamen. En dat kan met groen gas. En daarom willen we vanuit GasUnie dat graag ondersteunen.